Sociaal werkers helpen individuen en de mensen om hen heen om zo prettig en volwaardig mogelijk te leven en deel te nemen aan de samenleving. Belangrijk en waardevol werk dat steeds meer van de werkers vraagt. De samenleving om ons heen verandert namelijk in hoog tempo en wordt steeds complexer. Denk aan technologische ontwikkelingen, de invloed van grote hoeveelheden informatie die dagelijks op je afkomen, morele dilemma's en de veranderingen in verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door nieuwe wet en regelgeving. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar voor welzijn. Het sociaal werk staat daarmee voor de opdracht om met minder budget een gezondere en betere samenleving te realiseren. Voor iedereen, maar ook met iedereen. De druk voor sociaal werkers is hoog om te midden van alle veranderingen, met de medeburger en zijn netwerk, antwoorden te vinden op vaak ingewikkelde problemen. Van sociaal werkers wordt verwacht dat zij ondernemend zijn. Steeds zelfstandiger werken en samenwerken met andere professionals, burgers, vrijwilligers en hun netwerken. Dat ze handelen op basis van bewezen praktijken. Dat ze niet te snel en niet te laat, niet te zwaar en niet te licht handelen. Dat ze in staat zijn om te onderzoeken wat duurzaam, effectief en efficiënt is. En dat zij bijdragen aan vernieuwing van werkwijze van sociaal werk en van sociaal beleid. Daarvoor moet je veel in je mars hebben.